je het op voorhand bespreekt, staat aan het station van Herzele een fiets voor je klaar. En je kan hem hier goed gebruiken, want er zijn twee mooie fietsroutes uitgestippeld door Herzele. Eén ervan brengt je naar een aantal historische monumenten, maar wij kiezen vandaag voor de Almarikroute in zuidelijke richting. Plattelands misprijzen de gezwollen nekken uit de stad. Jullie denken in je pretentieuze grootheidswaanzin dat hier op onze boeren. De mooiste hoekjes van Herzele of Zuidoost-Vlaanderen doet deze route aan. 29 kilometer lang heb je de tijd ze te ontdekken. Sint-Antelings is het eerste dorpje waar je doorfietst. Je ziet het met moeite liggen tussen al dat groen. Wel, ik zweer jullie, we komen hier geen decibel tekort. Er zijn ijskarren, tractoren, pikdorsers en loeiend vee. Nog zuidelijker op de route ligt Steenhuizen-Wijnhuizen. Vroeger was dit hier een vrijheerlijkheid. Dat kan ook moeilijk anders met zo'n naam. De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk heeft die tijden nog meegemaakt. Tenminste, de zandstenen toren, want alleen dat gedeelte is echt oud. Pal tegenover de kerk staat het kasteel van Steenhuizen. Je zou het zo niet zeggen, maar ooit was dit een middeleeuwse burcht. Het huidige kasteel ziet er weer uit zoals in 1626. De familie van Waaienbergen liet het restaureren en vergat ook het park niet. Wielerverslaggeving is een van de troeven van de BRTN. En dat is maar goed ook, want ik stort me met mijn pelotonnetje in de afdaling naar Sint-Lievens-Essen. Sint-Lievens naar de heilige Livinus, die hier niet zijn hart, maar zijn hoofd zou kwijtgespeeld zijn. En dan bedoel ik wel degelijk onthoofd. Ondertussen groeit mijn bewondering voor de wielrenners met de kilometer. Dit is een sportieve manier om de streek te verkennen. We bevinden ons trouwens op het parcours van de tijdrit van de driedaagse van de pannen die hier voorbij komt. En er valt hier wat te duwen om de heuvels over te komen, wat eigenlijk niet te verwonderen is, want deze streek is een uitloper van de Vlaamse Ardennen. En toen was mijn pijp uit. Gemaakt heeft, weet dat de broodjes het best smaken als je ze 's morgens vroeg gesmeerd hebt, ze dan een hele middag in een rugzak meeneemt om ze nadien langs de kant van de weg te verorberen. En voor dat soort uitstapjes en picknickjes is de streek rond Herzele bijzonder geschikt. En omdat hier toch niemand langskomt, een middagdutje. Maar er wordt ook gewerkt in Sint-Lievens-Essen natuurlijk. Her en der vind je hier grote, mooie boerderijen. Geveltjes op het dorpsplein van Sint-Lievens-Essen. En op datzelfde plein staat ook de brouwerij van den Bossen. Ik weet niet of de plaatselijke boeren in het bier van deze brouwerij troost zochten, maar wat ze hier wel zochten was water. Bij waterschaarste putten ze uit de waterput van de brouwerij. Maar vergis je niet, dit is en blijft een levendige brouwerij, waarvan enkele bieren je waarschijnlijk wel bekend in de oren zullen klinken. In 1997 mag de brouwerij van den Bossen 100 kaarsjes uitblazen. Hier in de brouwerij van den Bossen wordt al drie generaties lang een bloeiend familiebedrijf in stand gehouden. Het oudste bier, Buffalo, wordt hier vandaag nog altijd gebrouwen samen met de Pater Lieven die het bedrijf groot heeft gemaakt. En sinds kort is daar nog een nieuwe biersoort bijgekomen met de historische naam La Morale, die tot ver over de provinciegrenzen gedronken wordt. Iets te veel wordt er misschien wel gedronken tijdens het weekend. Sint-Lievens-Essen is bij het jonge volkje bekend voor zijn dansings. Maar vandaag is het een en al rust in deze streek. De fietsroute voert me onder andere langs het Prinsenhof, een boerderij om u tegen te zeggen. Wie goed zoekt, vindt hier misschien nog sporen uit 1366, want zo lang wordt op deze plek al geboerd.
Dit is grondgebied Herzelen. In Herzelen houdt men ook van wandelen. Iedere deelgemeente heeft hier zo zijn eigen wandelpaden. In het totaal zijn dat er niet minder dan 11 en allemaal de moeite waard. De langste en ook de meest gekende wandeling is het Twee Molenspad. En zoals de naam het zelf zegt, brengt ze ons naar twee toeristische blikvangers van de streek. Dorpen in Vlaanderen kunnen zich molengemeente noemen. Herzelen dus wel. Van de 10 windmolens in de provincie staan er 2 hier. De eerste molen merk je al van ver op. Het is de stenen molen Ter Rijst. De tweede molen zoek ik op met behulp van mijn wandelkaart. Het is een houten staakmolen, de molen Ter Rullegem. Een molen in topvorm. Ik sprak er met de molenaar. Is het een heel tijdrovende, maar een bijzonder mooie hobby. In de week ben ik gewoon vertaald naar Brussel. En dat beroep op die hobby van molenaar zijn, hoe word je dat? Mijn overgrootvader die heeft hier op deze molen gemalen tot in 1943, tijdens de Wereldoorlog, onderbroken. De molen is al 20 jaar blijven stilstaan, zoals veel mogen stilstaan tijdens de Wereldoorlog. Mijn grootvader heeft die dan gemalen in 1966, dus tot in 1979 en daarna ben ik dus vrijwillig molenaar geworden. Wanneer wordt hier in de molen gemalen? Hier wordt gemalen telkens als ik daar zin in heb. Dus de zaterdag, de zondag, eventueel s'avonds. En kunnen de mensen daar komen naar kijken? Als de molen draait, als de deur open is, zal ik maar zeggen, kan iedereen hier gewoon gratis binnen. Iedereen wie dat wil, kan een beetje een mail komen kopen. Achter de molen heb je een mooi zicht op het kasteel van Graaf du Parc. Het blijft bij een glimp, jammer genoeg, want dit is privéterrein. Zin gekregen om ook eens een kijkje te komen nemen in Herzelen, maar misschien niet meteen sportief aangelegd. Je kunt het jezelf gemakkelijk maken en een plaatsje reserveren voor een van de eendagtrips die je hier het hele jaar door kunt maken. De dienst voor toerisme stippelde een rondrit langs alle bezienswaardigheden in de streek uit en stuurt je met een gids op pad die alles van deskundige uitleg voorziet. Zeker niet te missen een bezoek aan de Burcht. Wij staan hier dus aan de Burcht van Herzelen die door de Herzelenaren de Toren wordt genoemd. De Herzeelse Burcht is een middeleeuwse waterburcht die een zeldzaam voorbeeld is van middeleeuwse krijgsbouwkunst. De burcht die werd dus bewoond door de heren van Herzelen. En in de archieven van de 11e eeuw kunnen we... En voor alle rode riddertjes in spe, je mag ook op de toren klimmen. De moeite waard alleen al vanwege het uitzicht op het park. 'S Avonds is de burcht verlicht, zo trots zijn de Herzelenaren op hun toren. De Sint-Martinuskerk van Herzelen staat vlakbij de burcht en deelde vaak hetzelfde lot. Dat betekent verwoest worden en terug opbouwen. Vandaar dat mengelmoesje van stijlen. Een ander historisch hoekje in het centrum van Herzelen is het Schepenhuis. Nu huist hier de toeristische dienst, maar vroeger moesten misdadigers hier voor de vierschaar verschijnen. En bovenaan 28 klokken, samen een van de oudste Oost-Vlaamse bijaarden. Recht tegenover het schepenhuis de mooie gevel van het Hof van Wenen. Langs de andere kant dient een mooie dreef elke woensdag als decor voor de markt. En de dagtrip eindigt met een bezoek aan de brouwerij De Rijk.
kan het Vlaamser. De grondstoffen die wij gebruiken bij de bierbereiding. Wij gebruiken dus hoofdzakelijk 4 grondstoffen. Wij zien ze hier voor ons staan. Dat is het water, daar begin ik altijd mee, want dat is die grondstof die wij er voor de grootste hoeveelheid eigenlijk in doen. Dan hebben wij de gist, de hop en het malt. Ik zal u daar een woordje over vertellen. Dan vertel ik iets over het productieproces. En dan gaan we op de verschillende plaatsen in de brouwerij eventjes gaan kijken waar die verschillende zaken juist gebeuren. Hoe wij te werk gaan om na te doen. Hoe kan het ook anders, de degustatie. Ondertussen praat ik nog even verder met de vrouwelijke brouwer. Ja, we hebben echt een typisch product in die zin dat wij dus vaatjes hebben vanaf 5 liter, 10 liter, 20 liter, 30 liter. En die vaatjes zijn allen zo ingericht dat zij tappes klaar zijn. Dus dat tap thuis vaatjes zijn. En kan je die op verschillende plaatsen kopen? Men kan die alleen hier in de brouwerij afhalen, alle dagen. Het noordelijke Borsbeke is mijn laatste halte voor vandaag. Nu zon overgoten, maar ik wil hier in de herfst ook wel eens komen kijken. Wist je trouwens dat de Romeinen Borsbeke ook al wisten liggen? De Romeinen waren grote bouwmeesters. Ze wisten de plaatsen zorgvuldig uit te kiezen voor het aanleggen van de zogenaamde heirbanen. In het noorden van Borsbeke liep zo'n heirweg, Rijssel-Tongeren, en vandaar ook de naam van dit wandelpad, het Heirwegpad. Op het hoogste punt, dat is de vallei, kan je bij mooi weer zelfs de torens van Gent zien.